what you got going on. Ik kom uit Nieuwkoop, hè, Nieuwkoopse plassen. Dus we mochten eigenlijk pas buiten spelen als kind als we ons zwemdiploma hadden. Omdat we omringd waren door water en natuur. En echt ook slangen en bevers. Gewoon de heavy shit. Bevers. Dat is gewoon dit, hè. Dat is niet dit. Dus we waren zo gewend eigenlijk om ons landschap te hacken. Om boomhutten te maken, om kabels te trekken. Dus die relatie met natuur en het gevoel dat je kon vormgeven, zaten eigenlijk al heel erg in me. Weet je wat het is? Je op een ochtend word je wakker en heb je een soort smaak in je mond en dan weet je niet precies wat dat is. Hè? En dan ga je gewoon op pad of reizen of praten of lezen om te kijken wat die ingrediënten zijn van die smaak in je mond. En het gaat natuurlijk om die ideeën die je kop hebt of die dromen die je kop hebt te realiseren. En daar heb je verschillende tools voor. De ene keer is dat een stuk houtskool, de andere keer is dat een computermuis, en de andere keer is dat een microchip en de andere keer is dat zo'n studio als dit. Ja, een soort intuïtie. Ik denk dat dat de hoogste vorm van intelligentie is uiteindelijk. Dat je voelt van, hé, hier kan ik mijn uitspraak doen en hier niet. Ja, ja, ja. Dat gebeurt regelmatig, dat ik uit het vliegtuig hier naartoe kom en een paar schetsen heb en die leg ik dan hier op tafel. En dan zeg ik ook tegen het team van, nou, dit is het. Ik weet niet precies wat het is, maar het moet over 3 maanden af zijn. Ja. En dan beginnen we. Ja. Ik ben geïntrigeerd om hele poëtische installaties te maken. Maar aan de andere kant ben ik ook heel erg geïnteresseerd om het kunstenaarschap, hè, of de kunstwereld, is na te denken van, nou, hoe kunnen we dat naar een soort volgend level pushen? Ja, ik denk dat dat heel spannend is van de kunstenaar van nu, hè. Die is een soort half dominee, half entrepreneur. Dus aan de ene kant heb je een visie en een ideologie en denk je na over hoe technologie onze wereld verandert, wat wij ervan willen, wat technologie van ons wil. Maar aan de andere kant heb je ook de entrepreneur die dingen wil bouwen en realiseren en de wereld een update wil geven. Toen ik op de kunstacademie een BTW-nummer aanvroeg, was dat echt een soort dansen met de duivel. Hè? Heulen met de belastingdienst. En totaal not done, terwijl ik denk, ja, ik kan gewoon 90% meer kunst maken. Nu komt de Raad van Cultuur hier kijken hoe een creatieve studio bloeit in een tijdperk zoals dit. Kijk, de enige reden dat we het hier, dit gesprek nu hebben en die studio en al die dingen, is je wil gewoon de meest heftigste kunst maken die je maar kan verzinnen. Waar we nu zijn, Studio Rozengaarde, is eigenlijk een lab voor kunst- en techniekprojecten. Ze werken aan een serie van dat soort interactieve kunstwerken zoals Dune, hè, een landschap van licht wat reageert op mensen. Of intimacy jurken die in transparantie veranderen naarmate je meer intiem met ze bent. Dus dat doe je inderdaad niet alleen. Hè? Dus het is eigenlijk een studio, een grote groep mensen, soms elektronica, software, WizKids. En soms meer ontwerpers van architecten tot mode people. En daarin werken we samen aan die beelden die ik in mijn kop heb. Ja. Peter de Man hier is hoofdtechnologie, die doet alle software en elektronica. Ja, ik ben nu inderdaad bezig met een van deze pilaren, dat is nieuw kunstwerk, om daar de interactie voor te maken. Je hebt de hoofddesign, Christian Jansen. We hebben het project Lotus. Dus we hebben de Lotuswand en wat we hier zien, dat is de Lotusdoom. Het ontstaat vanuit een fascinatie van zo'n materiaal in onze hand en denken, wat kunnen we daar allemaal mee? Dus wat dat betreft is het soms meer een soort architectenbureau setting dan het Van Gogh-syndroomachtige van een kunstenaar ergens op een zolderkamertje die stukjes van zijn oor zit af te peuzelen. Ik geloof dat we voorstellen moeten maken als kunstenaar over hoe we onze toekomst eruit willen laten zien. En dat kan in een museum. Maar dat kan ook in de snelweg, of ook in de Maastunnel, of ook in de modewereld. Kijk, als je impact wil maken, moet je tussen de beauty en de bullshit van het alledaagse leven manoeuvreren. En daarin een ruimte claimen, ja, klopt, ja. What you got going on? High nose, eyes closed.